Ja, we hebben een aanmoedigingsprijs gewonnen binnen het ROC. En die hebben we gewonnen om, op de manier van lesgeven. En hoe bereik je bij een student intrinsieke motivatie? We zijn op de Truck Academy van het ROC van Twente. En achter mij staat het project Truck Cross. En we hopen in mei aan de start te staan met deze geweldige vrachtwagen. En ja, die wordt geprepareerd door onze studenten. En dat doen ze met veel enthousiasme. En ze zijn hier eigenlijk extra gemotiveerd, omdat ze gewoon echt naar een doel inwerken. Het is een bewust doel. We moeten in mei aan de start staan. Het is een oude zoutstrooier geweest. Die hebben van begin tot eind helemaal aangepakt. En hij is eigenlijk nog langer niet klaar. Er komt nog plaatwerk aan. Er komen reclamestickers komen erop. Er zijn luchtwanden op het dak. Hartstikke mooi. Je leert er van alles van. Je leert er bijvoorbeeld lasten van. Nu is het niet dat je hier op school een lascertificaat krijgt, om het zo te zeggen. Je krijgt niet een speciale lasopleiding. Maar je krijgt wel de gelegenheid om te kunnen gaan lassen. Ja, en nou is de truc dat er ook wel heel oud, hè? Je krijgt bijvoorbeeld het afzagen van iets. Je krijgt het monteren van het een en ander. Ja, zo leer je eigenlijk stapsgewijs leer je allemaal dingen. Ik heb een aanmoedigingsprijs gewonnen, omdat het een stukje intrinsieke motivatie opwekt bij die studenten. Helaas is het niet altijd toepasbaar in elk stukje onderwijs, maar het zet de mensen aan het denken van ja, hoe kunnen wij die studenten motiveren om dingen te gaan doen. Als je eerst niks vanaf weet en als je dan stapsgewijs, dan krijg je toch wel meer kennis van zo'n truck. Dan krijg je bepaalde systemen, je krijgt bepaalde onderdelen. En zo krijg je de hele truck toch een beetje te leren. We doen het hier samen met de bedrijven. We zijn heel erg afhankelijk van de bedrijven. Maar zonder bedrijven kunnen we dit project niet doen. Ja, we hebben ze nodig om de materialen te sponsoren eigenlijk. Er zitten natuurlijk extreem veel kosten aan. En we hebben extra middelen nodig om dit soort dingen te kunnen doen. Dus daarom zijn we echt afhankelijk van die bedrijven. Ja, het is zeker een mooie school. Allemaal goed voor elkaar en het is eigenlijk, je leert er wat. We hebben natuurlijk die prijs gewonnen en het mooie is dat we die studenten mogen zelf bedenken van goh, wat vinden wij nou echt mooi om op die truck te bouwen. Dus een extra kerst op de taart. En zij hebben bedacht laten we een live systeem, een camera systeem op die truck bouwen. Zodat we met z'n allen meer kunnen kijken tijdens die cross. En dan heb je toch een beetje het gevoel dat je in die cabine zit. En we hebben dus met dat geld GoPro's camera's aangeschaft. En die gaan we installeren. Er is het kort aan mensen en er is gewoon genoeg werk. Er is genoeg werk in, genoeg bedrijven die mensen vragen. En het leuke is eigenlijk ook weer de samenwerking intern. Ik heb bij ICT gevraagd van joh, kunnen jullie dat realiseren? Want ik heb daar ook niet alle kennis van. En zij waren ook enthousiast in en die helpen ons dus meer. Om dat dus ook daadwerkelijk klaar te stormen, zodat we daar straks met die cross dat we live kunnen uitzenden. Pas op dat je je collega niet aansteekt. Denk aan de veiligheid, branden goed weg. Nog niet 1, 2, 3. Eigenlijk gewoon eerst een beetje sleutelen, een beetje ervaring opdoen en misschien ooit kennen voor 4. Ja, het wordt al eventjes, we worden nog even heel druk. Maar dat moet lukken, we zetten alle zeilen bij. En dat is ook het mooie, BBL jongens. Ik wil ook wel eens een lesje theorie ombuigen naar een praktijkles. En dan gaan we met z'n allen zorgen dat die truck 12 mei klaar staat. Dit is ons kanaal. Ja, hoe mooi is dat? Iedereen toch een klein beetje het gevoel van dat je in de cabine zit. Dus volg ons live op YouTube.